Dag beste kijker. Het is ondertussen al 22 dagen geleden dat er een regendruppel viel. En misschien dat er ook vanmiddag in uw straat geen druppel valt, maar dat gaat niet overal het geval zijn. Want het belooft in de loop van de dag wat wisselvalliger te worden en mogelijk dat er hier of daar wel een druppel gaat vallen. Maar voorlopig zitten we ook nog wel in warme lucht met dus temperaturen die ook vandaag richting 20 graden en meer klimmen. We zien dus stilletjes aan dat er wat stapelwolken ontstaan en dus mogelijk in de loop van de dag dat er links of rechts wel een bui valt. We zien ook met een donderslag erbij. En ook vannacht kan er mogelijk een beetje neerslag gaan vallen, want vanaf het noorden komt deze storing dichterbij en die gaat langzaam van noord naar zuid trekken. Dus vannacht misschien al wat regen over het noorden van het land en dan later misschien ook over het zuiden. En vooral achter deze storing krijgen we gevoelig frissere lucht, dus de temperaturen gaan de komende dagen meteen een pak lager komen te liggen. Het verschil gaat groot zijn. Want voor vanmiddag hebben we nog maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Ja, in de Kempen gaat het misschien wel tot 24 graden. Maar mogelijk moeten we er dus een bui bij nemen. Al dan niet met donder en bliksem erbij. En ook vanavond kunnen er misschien nog een paar laatste buien vallen. En dan later tijdelijk wordt het droog. Weinig of geen bewolking. Het is maar tijdelijk. Want later op de nacht zien we vanaf het noorden meer wolken opdagen. En dan kan daar misschien wel wat neerslag uitvallen. Minimaal tussen 5 en 11 graden. Dus vooral het zuiden van het land blijft wat langer in die warme lucht zitten. En ook morgen staan we op met eerst grijs weer waaruit mogelijk nog een druppel valt. Maar in de loop van de dag gaat die zon er alweer doorkomen. En vooral, we gaan naar temperaturen tot hooguit 11 graden. Dus in plaats van een t-shirt gaan we onze winterjas mogen bovenhalen. Ook overmorgen is dat het geval met maxima rond zo'n 11 graden. Met eerst redelijk veel bewolking, maar later gaat dan die zon er opnieuw meer en meer doorkomen. En we gaan de komende dagen toch geregeld nog die zon zien. Er zijn best wel mooie zonnige momenten, zeker woensdag bij 16 graden. Dus temperaturen klimmen al wat hoger. En dan tegen donderdag zitten we opnieuw aan temperaturen in de buurt van 22 graden. Het blijft meestal droog, maar ja, het is wat wisselvalliger. Af en toe zijn er wat meer wolken die voor die zon schuiven. Ook vrijdag en trouwens ook in het weekend. Maar we houden wel die maxima in de buurt van 20 graden. Met dus meestal droog weer, misschien lokaal al eens een druppel, maar veel gaat het niet voorstellen. Ja, en ook voor vandaag is het toch nog genieten van die warmte. Tot later, dag.